Op verzoek van Ed Dorrestein heb ik de Redget RFH79 getest. Een statiefkop die je kunt gebruiken bij het filmen en fotograferen. Je kunt hem pennen en tilten. En bovendien kun je de kop een slag kantelen, zodat je ook staande foto's kunt maken. Het eerste wat mij opvalt is het gewicht. De kop is licht en klein. En ja, wij hebben als beeldmakers al genoeg te sjouwen. Dus wat dat betreft vind ik het wel fijn als de hulpmiddelen zo klein en zo licht mogelijk zijn. De eerste indruk van de kop is erg goed. Nogmaals klein en licht, maar hij voelt heel erg degelijk aan. Ziet er ook heel erg degelijk uit. De snelkoppelingsplaat die hierbij geleverd wordt, kun je makkelijk onder de camera bevestigen zonder schroevendraaier. Bij mijn huidige snelkoppelingsplaten heb ik meestal een schroevendraaier of een munt nodig om het ding goed te bevestigen. Er zijn twee maten schroeven bijgeleverd. De dikkere zit afzonderlijk vastgeschroefd in de plaat. Een prettig detail vind ik dat. Ik moest even wennen, even het gevoel krijgen om de camera met snelkoppeling ook daadwerkelijk snel op een statief te bevestigen. Maar toen ik dat eenmaal had, merkte ik dat dat ook prima werkte. Het knopje waarmee je alles vastzet kun je uittrekken en zodanig positioneren dat je met een halve slag alles vastzet. Noodzakelijk, want de knop kun je niet ronddraaien als de camera is bevestigd. Het ronde draaiknopje aan de andere kant van het plateau kun je uittrekken, zodat de tandwieltjes in het plateau worden teruggetrokken en je de snelkoppelingsplaat dus soepel in de geleiders van het plateau kan laten glijden. Voordat je alles helemaal vastzet, kun je met het draaiknopje, bij mij rechts, de camera nog iets verschuiven naar voren of naar achteren, om zodoende de perfecte balans te vinden. En dat zal afhankelijk zijn van de combinatie camera en objectief die je gebruikt. Ik maak bij deze test gebruik van een Manfrotto X190 Pro statief, de Canon Mark II en de Canon 70-200-28. Ik heb het niet kunnen testen, want ik heb geen grote teleobjectief, maar mijn gevoel zegt, en als ik er zo mee gewerkt heb, dat hij heus wel een groter objectief aan kan. Dat moet geen probleem zijn volgens mij. Het tilten en pennen gaat dus buitengewoon soepel en vloeiend. En met de grote knop aan de zijkant kun je de kop losdraaien om te kunnen tilten. En je kunt ook de frictie regelen met deze kop. Dus hoe vaster je hem draait, hoe stroever die loopt, hoe losser hem draait, hoe soepeler die loopt. Afhankelijk van wat je wilt en wat je prettig vindt werken. Onder die grote knop zit nog een klein knopje, die kun je ook weer losdraaien en daarmee kun je dan pennen. Ook dit gaat heel vloeiend en soepel en ook deze knop kun je iets losser of iets vaster draaien om de frictie te beïnvloeden. Bovendien blijft de camera ook redelijk goed waterpas zodra je gaat pennen en dat heb ik ook wel eens anders meegemaakt met andere koppen. Een waterpasje aan de voorkant van het plateau zorgt ervoor dat je je camera horizontaal mooi waterpas kunt zetten. De panoramahendel is stevig, is niet te groot en heeft een heel prettig zacht handvat. In mijn geval is de hendel links gepositioneerd, maar met de bijgeleverde inbussleutel kun je de hendel losmaken en dan kun je hem rechtshandig maken. Het is wel zo, tenzij ik iets over het hoofd gezien heb, dat je dan alles moet omdraaien en dan zit het waterpasje en het knopje om de kop te laten kantelen zit ineens aan de achterkant. Het knopje om de kop te kantelen vind je dus naast de hendel, in mijn geval aan de voorkant. Het knopje kun je een kleine slag naar rechts draaien, dan zet je de knop vast en rechts lees je dan ook lock. Naar links draai je het knopje los en dan lees je het woordje rock. Grappig detail. Zodra het knopje rock zegt kun je deze uittrekken en dan is de kop dus te kantelen en kun je het ook weer vastzetten met hetzelfde knopje. Meestal bij het testen merkte ik dat het knopje vanzelf weer in de goede positie klikte op het moment dat je hem horizontaal of verticaal plaatst. En dan kun je met een klein slagje naar rechts het knopje weer helemaal vastzetten op lock. Dan kun je hem ook niet meer uittrekken. Wat ik merk als ik een tijdje bezig ben met die videokop en zeker als ik de kop kantel, is dat de snelkoppelingsplaat een beetje losser gaat zitten en dat de camera een beetje glijdt over de plaat. Dit is zeker niet uniek voor deze koppelingsplaat, maar ik heb het wel vaker meegemaakt. Een dun stukje kurk tussen de camera en de plaat doet wonderen wat dat betreft, dan blijft hij veel beter op zijn plek zitten. Mijn conclusie is dat je een uitstekende statiefkop hebt voor dit bedrag.
die je kunt gebruiken bij het filmen en bij het fotograferen. Nou, dat biedt op zichzelf al voordelen. Het formaat en het gewicht vind ik een buitengewoon groot voordeel. Het feit dat hij heel vloeiend pent en tilt vind ik ook een enorm voordeel. Ik werk in 9 van 10 gevallen met een DSLR-camera, de Canon Mark III. Daarmee wil je ook weer niet te veel en te heftig pennen en tilten, want dat maakt het beeld er zeker niet mooier op. Maar als je heel rustig soms een pen wil maken of heel rustig een klein beetje wil tilten, dan kan het met deze kop uitstekend.